We zijn bij uh, Efeze 6 aangekomen. We zijn inmiddels al een, uh, een paar maanden bezig eigenlijk in de Efezebrief. brief. In een brief van maar een paar hoofdstukken, maar uh, zes hoofdstukken, maar er valt heel veel uh, over te zeggen. Vorige week zijn we eigenlijk al begonnen met de geestelijke strijd, de geestelijke wapenrusting in Osechs 6, vers uh, 10 tot en met uh, 18. Ik wilt nog een keer lezen en dan uh, beginnen met het uh, verhaal wat ik vandaag wil vertellen. Verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Heren en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Listige verleiding. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers, van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dus we hebben de strijd tegen demonen, hebben we de vorige keer over gehad. Tegen Satan en zijn handlangers. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. We zien de dag van het kwaad is niet alleen maar een kwade dag. Maar het is eigenlijk de hele tijd totdat de dag des Heeren komt. Maar de ene dag is kwaader dan de andere natuurlijk. En na alles gedaan te hebben dat je stand kunt houden. Ik, ik, ik doe nog even vers 13. Neem de hele wapenrusting van God aan. dat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Hou dan stand, uw middel omgooit met de waarheid. en bekleed met het borstarnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op. waarmee u vurige pijlen van de boosheid zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Zo heb je bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking, bid in de geest. En daarin waakzaam bent met alle verharding en smeking voor alle heiligen. Nou, zoals we gewend zijn bij de rest van de Efezebrief, pakken we normaal vers voor vers, gaan we er helemaal doorheen. Maar um, jullie hebben gemerkt, vorige week heb ik, heb ik eigenlijk vers 10 tot en met 12 al, al deels behandeld. En daar wil ik nog een tijdje mee doorgaan. Maar eerst de hele, hele setting laten zien van, oké, okay, hoe ziet dat uh, de battlefield, uh, battlefield, hoe ziet het oorlogsveld, hoe ziet dat er nou uit? Voordat we dan echt uh, een grondige, vers vers studie gaan doen. Vandaag wil ik wat meer stilstaan bij de listige verleiding van de duivel. Hij heeft natuurlijk vele strategieën. De vorige keer hebben we het gehad over, ja oké, okay, uh, het zou raar zijn als je op een Amerikaans voetbalveld staat en... Ja, je bent ineens helemaal verbaasd dat de tegenstander je vol, uh, vol in het lichaam uh, vliegt. Dat, dat, dat is raar. Nou, soms in de geestelijke strijd krijg je bam, de laag vol van voren. En dan word je vervolgd of je hebt gewoon uh, zware ruzies of mensen die je aanvallen. Maar goed, er zijn ook uh, andere tactieken, zware tactieken van de Satan. En die gaan juist weer heel subtiel. En het is heel belangrijk dat we weten hoe werkt de tegenstander. Wat zijn zijn... Strategieën. Wie is hij, waar is hij, hoe werkt hij? We hebben vorige keer al naar gekeken. Een heel belangrijk onderdeel in de strijd tussen landen, oorlog en dat soort uh, dingen... ...dat is de, de geheime inlichtingendienst. En die informatie hebben over de tegenstander. Dat zijn, zijn cruciale partijen. De CIA in Amerika en de AIVD in Nederland. Die, die winnen informatie in. Die onderzoeken van waar zijn ze mee bezig en wat zijn de strategieën. Nou, wij hebben natuurlijk het hele woord van God... Vorige keer laten zien hoe we eigenlijk door het woord van God als ware in de, door een venster kijken en eigenlijk zien, kunnen zien, kunnen ontdekken wat is er gaande in de geestelijke wereld. Tenminste, als je geestelijke bril opzet. De natuurlijke mens, de mens die niet opnieuw geboren is, ziet dit niet. Maar Paulus spreekt hier ook christenen aan die nog op een, op een natuur leven als een natuurlijke mens. En hij zegt, de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan. Ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Je moet een, een geestelijke bril opzetten en, en dat betekent een houding aannemen van hé, hey, we onderzoeken Gods woord, wat zegt hij daarover en dat nemen we aan als zijn waarheid. We hebben gekeken naar hoe je, als je geboren bent, je loopt rond in de duisternis, je komt op een bepaald moment op je knieën en je bekeert je, je vraagt om vergeving van zonde. Het licht van het evangelie schijnt in je verstand. Hier is het eigenlijk nog een beetje grijzig. En hier, de, de bierman ziet het niet heel goed, op het computerscherm weet. Hier is het helemaal blauw. Maar het is niet de bedoeling dat we gaandeweg ons verstand weer laten verduisteren en de verkeerde kant op gaan lopen. God is licht, hier is het licht. We moeten ons kruis dragen, net als Jezus. En dat is uiteindelijk de wapenrusting, maar ook ja, volledig in zijn weg wandelen. Uiteindelijk. Is het hier allemaal om te doen? Kom je uiteindelijk hier terecht of kom je uiteindelijk daar terecht? En dat is een harde confrontatie, maar dat is uiteindelijk wel de boodschap van de Bijbel. En de poort is nauw en de weg is smal, weten we. Hier komen alleen maar de mensen in, het, in, het, in, het, in de eeuwigheid bij, de, bij God, die erkennen dat Jezus de weg is, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En dat Jezus de waarheid is, dat betekent dat je erkent dat het hele Nieuwe Testament en alles, het hele verlossingsplan en volgen in gehoorzaamheid en in heiligheid en in liefde, en alles wat we hebben bekeken in de Efezebrief, dat dat waarheid is, dat je daar ook in gaat wandelen. Niemand komt tot de Vader dan door Hem. Het is gered uitgenade door het geloof, maar we wandelen wel ook in zijn weg. Maar de mensen in de wereld die zullen roepen, ah die mensen die zijn narrow-minded. In bepaalde zinnen hebben ze gelijk, hè? want de weg, de poort is ook nauw, het is narrow-minded. Oh die mensen zijn zo streng, oh wat is dat zwaar, oh dat zijn haatzaaiers. Of you only live once, dat is hun gedachte, maar met één been staan ze al in, de, in het eeuwige oordeel. Je mag niet oordelen, je mag niet oordelen. Dat hoor je ook vaak over die mensen die hier staan. Maar we weten ook dat de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die misleidt de hele wereld. Ze zal die bij ieder van ons ook doen. Volgens mij vallen wij ook onder de hele wereld. Hij probeert iedereen te misleiden. Als je erover nadenkt, dan, dan, dan kun je er soms eigenlijk zelfs echt boos om worden. Ik heb familie die komt allemaal uit het katholicisme. En mijn, uh, ja, ik, heb, ik heb opa's en oma's, die hebben daar tot hun dood... Toe hebben ze daaraan vastgehouden. Maar als jij gelooft in dat Jezus en Maria de weg is, dat Maria ook een middelaar is, dat is een ander evangelie en we zullen straks zien, dan ben je vervloekt. Dat kan niet. Nou, een van mijn oma's heeft zich gelukkig eh, wat opengesteld daarvoor. En op een gegeven moment was ze 90, ze had wel een wat open houding, maar nooit echt dat mens, dat moment gehad dat. Dat ze tot, tot inkeer kwam. En op een gegeven moment werd ze dement. Maar als familie bleef haar steeds het evangelie vertellen. En, en mijn moeder en zusje waren er op een gegeven moment. Ze was echt zwaar dement. Ze was echt op het laatste moment van, uh, van haar leven. En uh, ze bleef haar het evangelie continu maar vertellen. Hopend van Heer, open haar verstand, open haar ogen. En toen kwam er toch een, een, een dag, net voordat ze stierf. Dat ze ineens, alsof ze ineens bij volle verstand was. Dat ze ineens riep. Jezus is mijn redder. En, mijn, en, mijn, en mijn, mijn, mijn moeder en zusje, die konden allebei op dat moment. haar ogen begonnen zo te stralen. dat ze niet meer in haar ogen konden kijken. En dat ze echt zeker wisten: die heeft alsnog genade ontvangen van God. en die heeft het eeuwig leven aangenomen. Die heeft Jezus aangenomen. We zijn ervan overtuigd dat we het terug gaan zien. Maar mijn, mijn andere oma, ik heb haar zelf ook vaak gesproken. Het enige wat ze altijd zei wanneer we begonnen over het evangelie was, je mag niet oordelen. Als je zei, maar de katholieke leeroma, die, die leert dingen die kloppen echt niet, die staan echt niet in de Bijbel. Je mag niet oordelen. En die priesters die haar dat duidelijk hebben gemaakt, hebben haar de hel gejaagd, hoogstwaarschijnlijk. waarschijnlijk. En ik hoop dat ze op het laatste moment, hè, dat, dat ze misschien toch een andere keuze heeft gemaakt. Dus dit is serieus, maar het wordt nog erger. Hè, dus... Euh, als mensen binnen de evangelische wereld en mensen waarvan wij denken, hé, hey, dat zijn goede sprekers, ook die dingen gaan spreken en we gaan dat overnemen in onze gedachten. Your best life is now. Zullen we de komende tijd ook bij stilstaan. Maar hoe vaak, heeft, heeft, heeft iemand wel eens gehoord, je mag niet oordelen binnen de kerk? Evangelisch, protestant. Ik heb nog vrij weinig handen, maar... <laughs> ja. Je mag niet oordelen, daar wil ik even bij stilstaan. Met een vraagteken. Ik wil stilstaan bij demonen in de gemeente. Nou, nou, nou. Nou goed, we zullen zien dat de Bijbel dat zelf zegt. Mag je valse leraars benoemen? En waarom is dit belangrijk? Nou, dat is belangrijk omdat er een strijd gaande is om je denken. Heel vaak denk je dus van: oh, ik heb een geestelijke strijd, ik zit niet lekker in mijn vel, en er wil ik welke oplossing voor? Dat is geestelijke strijd. Nou, dat is zeker een, een stukje van de geestelijke strijd. Maar de geestelijke strijd is veel groter. Want we hebben te maken met een enorm sluwe en slimme tegenstander. En die komt met listige verleiding, hebben we gezien in Efesius 6, vers 11. Hij biedt van alles: afgoderij, valse religie, entertainment. Nou. Als je kijkt naar de statistiek over hoeveel, mens, hoeveel uur mensen bezig zijn met dit, dat is, ze hebben niet eens meer tijd om over God na te denken. Sprekers die roepen, your best life is now. Evolutietheorie, relaties die... Uh, nou, hij, hij probeert ook door, door mensen kapot te maken door ruzie in relaties, of binnen de kerk, al die dingen. Hij heeft allerlei strategieën. Nou, we hebben vorige keer al even hiernaar gekeken, naar uh, die, uh, die oude... Ik, je begeertes, die, die strijden tegen jou, tegen je nieuwe mens. En hoe de wereld ook strijdt door haat, door opstand tegen het evangelie, maar ook door je begeertes aan te bieden. Maar dat uiteindelijk Satan daarachter zit. En eigenlijk het hele systeem eigenlijk bestuurd wordt door hem. Maar dat punt van je mag niet oordelen, ik geloof dat dat een verpakte leugen is vanuit de koker van de Satan. Maar Philip, het staat toch in de Bijbel dat je niet mag oordelen. Ja, het staat in de Bijbel, maar er staat nog wel wat meer bij. Hoe staat het in de Bijbel? De tekst die het meeste aangehaald wordt is Matthäus 7 vers 1. Oordeel niet omdat u niet geoordeeld wordt. Nou, sommigen zeggen alleen maar het eerste stukje oordeel niet, je mag niet oordelen. Oordeel niet omdat je niet geoordeeld wordt. Ofwel van leggen ze uit. Ja, als jij gaat oordelen, dan zul je zelf ook geoordeeld worden. Er staat, want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. Met welke maat u meet, zult, uh, zal er bij u ook gemeten worden. Dus ja, er zit inderdaad een gevaar in oordelen. Wanneer jij gaat oordelen, maar je bent zelf hypocriet, heb je wel een probleem. Maar Jezus zegt nog meer. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal en zie... Er is een balk in uw eigen oog. Aha. Dus hij heeft het eigenlijk over van, je moet even jezelf ook even beoordelen wanneer jij een ander gaat beoordelen. Huigelaar, als iemand dat, dat doet, heugelaar, haal eerst de balk uit je oog en dan zul je goed kunnen zien om de splinter uit het oog van je broeder te halen. Jezus zegt hier helemaal niet dat je niet een, een, een splinter uit het oog van je broeder moet halen, maar hij zegt dat wel eerst een, de balk uit je eigen oog moet zijn. Als je deze tekst moet uitleggen als zijnde van je mag echt nooit oordelen in geen enkel geval, dat kan niet. Hoe leg ik dan het vers uit wat er meteen achteraan komt? Dan zegt Jezus, geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen. Oh, maar ik mag toch niet oordelen, Hoe, moet ik hier gaan bepalen dat iemand een hond is en iemand een zwijn? Honden en zwijnen zijn onreine, zeer onreine dieren in het Oude Testament. Dat is verschrikkelijk als je dat zo benoemt. Want dan heb je het iemand die ongehoorzaam is aan Gods woord en niet rein leeft, zeg maar. Opdat ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en nu verscheuren. Dus in hetzelfde stuk zegt hij dat je het Heilige, het woord van God en, en zijn leer niet moet geven aan honden en aan zwijnen. Dus ik moet toch wel kunnen beoordelen wie dat, wie dat dan zijn. Nou, als je verder kijkt in dat hoofdstuk, dan zeg je dus: ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten. Dat is gebiedende wijs. Wees op uw hoede voor de valse profeten. Dus wij moeten op de hoede zijn voor valse profeten. Maar ja, je mag toch niet oordelen. Als je dat zo uitlegt, hoe kun je dan dit gaan beoordelen? Jezus heeft ook gezegd dat wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Dus als wij Jezus lief hebben, dan zijn we op ons hoede voor valse profeten. Als je niet op je hoede bent voor valse profeten, ben je niet bezig met Jezus lief te hebben. Hij zegt, wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. Dus er komen valse profeten, zegt hij, pas op. Ze komen in schapenvacht naar u toe, maar van binnen zijn het roofzuchtige wolven. Oké, okay, dus het komt verpakt. Van buiten zul jij denken: dit is een christen. Hij spreekt over Jezus. Hij spreekt over dingen die de, waar de Bijbel ook over spreekt. Maar toch is het van binnen een wolf. Een roofzuchtige wolf. Aan hun vruchten zul je hun herkennen. Hoe gedraagt zo iemand zich? Maar ook wat spreekt iemand? Dat zijn allebei vruchten. Sommige YouTube. Predikers, die kan ik niet beoordelen aan hoe ze zich gedragen. Maar ik kan hem wel beoordelen aan wat ze zeggen. Men plukt toch geen druif van doorstruiken of pijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vrucht voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Klinkt allemaal vrij logisch hè? Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo, dat is wel even harde taal. Dus als iemand geen goede vrucht voorbrengt, dan eindigt hij daar. En dan moet je dus voor oppassen, want anders eindig je ook daar. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Want niet ieder die tegen mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk de hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. Dat een, een van de meest angstaanjagende teksten in de Bijbel. Dat er mensen zijn die, die, die spreken over de Heer Jezus, over Heeren, Heeren. Maar wat, wat is hiermee aan de hand? Hij zegt: Niet ieder die zegt: Heeren, Heeren zal binnengaan in het koninkrijk de hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemel is. Het allereerste wat je moet doen om de wil van de Vader te doen, is geloven in de Heer Jezus in de opstanding en hem gehoorzamen daarna. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen: Heeren, Heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan, dan zal ik openlijk tegen hen zeggen, ik heb u nooit, nooit, hè, gekend. Ik ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dit zijn sensatiezoekers. Oh, profiteren, demonen uitdrijven, veel krachten doen. Allemaal sensationele dingen. Maar ze deden niet de wil van de vader. Dat is hard. Hier wil je echt niet bij zitten. Dus je moet oppassen. Het is een gebod van Jezus om op te passen. Maar Philip, je kent het verhaal van de overspelige vrouw toch? Wie zonder zonde is, die werpen de eerste stenen. Niemand, niemand kon een steen werpen. En toen zei Jezus: Ja, oké, okay, dan zo veroordeel ik u ook niet. Maar als je het verhaal verder leest, dan zegt hij nog wel één ding erachteraan: Ga heen en zondig niet meer. En dat wordt vaak niet verteld. Jezus beoordeelt wel degelijk dat ze moet stoppen met haar zonde en zich moet bekeren. Jezus zegt in Johannes 7, vers 24, oordeel niet naar wat voor ogen is, maar vel een rechtvaardig oordeel. Jezelf onderzoeken, situatie goed onderzoeken en dat beoordelen. In 1 Korinther 14 staat, laat twee of drie profeten spreken en laat de anderen het beoordelen. Ja, maar Philip, staat beoordelen, niet oordelen. Ja, maar goed, je beoordeelt om vervolgens een oordeel te kunnen vellen natuurlijk. Klopt dit of klopt dit niet? Als iemand denkt dat hij een profeet is of een geestelijk mens, laat hij dan erkennen dat wat ik u schrijf geboden van de Heren zijn. Dus hoe beoordelen we een profeet, of iemand echt een profeet is of een geestelijk mens, die erkent dat wat Paulus heeft geschreven, dat dat geboden van de Heren zijn? Dus niet oordelen, je mag niet oordelen, dat betekent absoluut niet. Nou, alles is maar oké. Okay. We gedogen alles. Want waarom heb je anders gemeentetucht in de Bijbel? Je zult iets moeten beoordelen om zo'n stap te kunnen nemen. Waarom moeten we elkaar elke dag vermanen als je niet mag oordelen? Het staat in Hebreeën 3, vermaal elkaar elke dag. Dat doet niemand, maar het staat wel gewoon in de Bijbel. Niet alleen voor voorgangers, is ook voor christenen. Dankjewel Onno. Woensdag heb je dat plaatje laten zien. Als Jezus vandaag de dag de tempel zou reinigen met de geestel, dan zouden mensen gaan roepen, ja maar je mag niet oordelen. Ja, waar is de liefde in dit alles? Ik, wat, ik bestraf deze religieuze geest. Nou ja, enzovoort. Dit is echt hoe vandaag de dag gekeken wordt. Maar dat komt omdat mensen al verblind zijn, omdat er gezegd is: je mag niet oordelen. En op het moment dat dat al aan de orde is, dan heeft de satan eigenlijk al ervoor gezorgd dat je geestelijke wapenrusting niet aan hebt. Waarom is er een gaaf van onderscheid van geesten? Herders en leraars, die moeten toerusten in Ephesus 4 vers 14. Waarom? Omdat we, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn. En, nou er worden verschillende dingen genoemd, en onder andere niet meegesleurd worden door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden. Het is een taak van voorgangers, het is een taak van herders en leraars, om jullie inzicht te geven wanneer er sprake is van, Verleidingen, valse leringen en bedrog van mensen. Om op listige wijze tot dwaling te leiden. Je zou toch een slechte herder zijn? Als je ziet dat een schaap helemaal verstrengeld wordt in allerlei dingen en, en langzaam aan het afdrijven is, terwijl daar een ravijn is, dan ben je toch geen herder als je daarop ingrijpt? Terwijl je ziet van, hé, hey, hij, wordt, hij wordt weggelokt. Volgende punt is. Dat de Bijbel gewoon zegt dat er demonen in de gemeente zullen zijn. De Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof. En zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Er worden zelfs voorbeelden genoemd hier in, hoogst, in dat hoofdstuk in 1 Timotheüs 4. Waarbij ja, van sommige dingen je nog denkt van goh, is, dat, is dat nou zo erg, maar het wijkt af van de gezonde leer. En dat komt van demonen af. Paulus die zegt in 2 Krund 11 iets heel interessants. Hij zegt: Ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Weg van de eenvoud die in Christus is. Want als er iemand komt die een andere Jezus, een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben. En als u een andere geest ontvangt dan die u ontvangen hebt, of een andere evangelie dat u niet aangenomen hebt, dan verdraagt u dat best. Er komen mensen met een andere Jezus, een andere geest en een andere evangelie en dan verdraag je het ook nog. Maar hoe gebeurt dat? Kijk, hij zegt, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden. Als je Genesis 3 leest, dan zie je dat nou, die slang die komt en die begint vragen te stellen. Heeft God echt gezegd dat je van geen enkele boom van de hof mag eten? Bedraait meteen het woord. Hij stelt een vraag met, met een, eigenlijk een andere stelling erin dan wat God gezegd heeft. Nou, Eva trapte er niet in. Ze, nee, hij nee, heeft gezegd, van, je mag alleen van die boom niet eten en, en hem niet aanraken. Daar raakt ze al in de war. Dat had God er niet bij gezegd. En ondertussen begint Satan, die boom en die, die, die vrucht helemaal op te hemelen. Oh, je zult zijn als God. En, oh, het wordt steeds mooier in haar ogen en het wordt begeerlijk om te zien. En ze trapt erin. En ze neemt een hap daarvan. En de gevolgen voor de hele schepping, die kennen we nu. Maar Adam stond erbij. Die zei niks. En zo gaat het eigenlijk ook in de kerk. Mensen zien, misleiding, mensen zien van alles. Maar er staan ook gewoon mensen bij. Of er gebeurt van alles, maar er staan ook mensen bij die, die zien het zien en die grijpen niet in. Terwijl Paulus gewoon zegt dat er mensen zullen zijn die een andere Jezus prediken, een andere geest en een andere evangelie. Dus het betekent dat we echt wel grondig moeten onderzoeken. Wie is Jezus voor jou? Een andere geest, wat, wat leer jij dan? Wat is jouw evangelie? Dat moet je onderzoeken. Hij spreekt over mensen die valse apostelen zijn, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Hij zal altijd iets heel moois bieden, met een mooi verhaal komen, een mooi marketingverhaal. Aan de buitenkant lijkt het een schaap, maar van binnen is het een, Wolf. Hij doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders dat ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken. Dus die dienaren van Satan, die diakenen, die dienaars, zijn diakenen van Satan. Die lopen gewoon rond met een Bijbel. Satan loopt ook rond met de Bijbel. Die kent hem beter dan jij. En ik. Ja. Hij, hij was er al vanaf het begin bij dat dat woord gevormd werd. En hij is ontzettend sluw. Hij heeft listige perleidingen. Misleidingen, dat wordt allemaal verschillend genoemd. In 2 Korintha 10, dat is het hoofdstuk ervoor van wat we net lazen. Daar zegt Paulus: De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar zijn krachtig door God tot afbraak van bolwerken. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. We staan gereed om elke ongehoorzaamheid te bestraffen. Dat is natuurlijk een hele slimme tactiek van Satan om jou te laten zeggen: Jij mag niet oordelen. Want dan zegt hij eigenlijk: Leg je wapens maar neer. Want hier staat dat de wapens van onze strijd zijn. Niet vleeselijk, maar krachtig door God. Tot afbraak van bolwerken. Tot afbraak van gedachtegoeden. Van vestingen. En je breekt valse redenering af. Elke gedachte moeten wij toetsen. Elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En die moeten we gevangen nemen. Zeggen: Dit is niet van God. We brengen dit bij de Heer. En, en, en nemen elke gedachte gevangen om die te brengen. Tot gehoorzaamheid en Christ. Die, die uh, moeten vervangen door wat waarheid is. Paulus heeft duidelijk gezegd, weet dit, dat in de laatste dagen, en daar zitten het vol in, dat de zware tijden zullen aanbreken. Er zullen mensen zijn, er wordt een heel rijtje opgenoemd, met een schijn van godsvrucht, maar ze hebben de kracht ervan verlogend. Een zeer losbandig gedrag zie je daar, onder schijn geloven. Keer u ook af, men. een schijn van godsvrucht. In de Bijbel lees je wat godsvrucht is. En er zullen mensen die, die, die zullen... We zeggen dit is godsvrucht of anders gedragen en het goed praten voor een maar het is geen godsvrucht. In 2 Thessalonians 2 zegt Paulus, laat niemand u op enige wijze misleiden, want die dag Jezus komt, dat komt niet tenzij eerst de afval gekomen is. Dus de afval vindt plaats voor de antichrist zich zal openbaren. Vele antichristen zijn al uitgegaan. Dus terwijl je soms heel veel mensen hoort over revival en er komt een opwekking en dit gaat er gebeuren, Zegt Paulus, nee, er komt juist afval in de laatste tijd. Het gaat alleen maar slechter worden met christendom. Het gaat de puin op worden. Jezus heeft in Matthäus 13 al gezegd, het koninkrijk van de hemel is als een akker. Er is goed zaad ingezaaid. er komt tarwe omhoog. Maar in de nacht heeft de vijand heeft onkruid gezaaid. En dat komt ook op. In handelingen 20 haalt uh, Paulus die haalt de, de ouderlingen van Efeze bij zich. Hij ziet ze voor de laatste keer... Je zou bijna zeggen: Dit is een topgemeente. Efeze is gestart door de apostel Paulus. Beste leraar, heeft ongeveer de helft van het Nieuwe Testament geschreven qua een aantal boeken. Hoe kan het daar nou mis mee gaan met zo'n gemeente? Nou, Paulus heeft een boodschap aan die ouderlingen: En die is niet fijn. Zie toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzienis aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen. die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen mannen, eh, midden. mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien. om de discipelen weg te trekken achter ze aan. Daarom, wees waakzaam en bedenk dat ik drie jaar lang. nacht en dag niet heb opgehouden. iedereen om de tranen terecht te wijzen. Nou, Paulus, ik vind het echt niet normaal. Waar is de liefde? Waar... Je mag niet oordelen, Paulus. Nee, snap je maar. Dit is geen fijn nieuws. Ik zou wel even schrikken als, als, als uh, Paulus langs zou komen. Ja, Philip en Onno. Uh, fijne gemeente nu, maar uh, dit is wat gaat gebeuren. Nou, daar zit je niet op te wachten natuurlijk, zo'n nieuws. Maar goed, als het daar al gebeurt, dan zal het ook hier een keer gebeuren. Petrus spreekt er ook over. Er zijn valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn. Die in het geheim, die geheime, heimelijke, verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. En dat zie je steeds, hè? Het, het zal niet opvallen. Het komt in het geheim, heel geniepig. Daarmee verlogen er zelfs de heren die hen gekocht heeft en brengt ze snel verderven over zich heen. Velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelast zal worden op een verderfelijke wegen navolgen. Jezus zelf aan het woord. Er zullen veel valse profeten opstaan en zullen er vele misleiden. In Matthäus 24 en in vers 24 en 25 zie je zelfs dat het met grote wonderen en tekenen zal gebeuren. En hij waarschuwt: zie, ik heb het je van tevoren gezegd. Een profeet die zegt: ja, maar kijk nou naar die wonderen en tekenen, dat is toch een bewijs? Dat Is toch een bewijs van God? Moet je eens kijken wat er gebeurt. Pas op, eerst kijken wat leert die persoon. Ook Judas spreekt erover. Er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen! Die de genade van onze God veranderen in losbandigheid. De genade van onze God veranderen in losbandigheid. Niet meer hebben over de heiligheid, niet meer hebben over oordeel. Praat vooral niet te veel over zonde, het is allemaal genade. En die de enige heerser, God en de Heer Jezus Christus verlogenen. Niet te min bezoedelen deze dromers, het zijn dromers. Oh, ik heb een droom, oh ik heb een visioen. Niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer te komt. Nou, zo gaat het door. Er zei, Johannes zegt, er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Johannes zegt ook, wij zijn uit God, wie God kent, die luistert naar ons. En anders is het gewoon de geest van de dwaling. Paulus heeft het over dat hij allemaal gevaar heeft gehad onderweg, maar ook in gevaar was onder valse broeders. Paulus spreekt over: Zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie zouden verkondigen. anders dan wat wij u verkondigd zouden hebben, die is vervloekt. Dat is wel een serieuze taal. En als je vervloekt bent, dan, dan betekent dat niet dat je nog naar de hemel gaat. Er is maar één evangelie. En zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand een evangelie verkondigt, anders dan wat wij verkondigen. Dan wat uh, u ontvangen hebt, die is vervloekt. Hij bevestigt het ook nog. Nou, zij waren misleid, de gelaten. En hij zegt gewoon: O, dwaze gelaten, wie heeft u betoverd? Wat is er gebeurd met jullie? Dat, dat jullie die leer hebben aangenomen en niet getoetst hebben en zo van God bent afgeweken. Het was overigens een, een hele provincie in Turkije, Het was echt al een heel groot, uh, heel groot gebied waar ze afgeweken waren. Waar, waarom spreekt Paulus over verwerp een kettersmens na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand een spoorbijster is en dat hij zondigt en het oordeel in zich draagt. Mensen komen met een andere leer, dan is dat gevaarlijk. Het is gevaarlijk voor de gemeente. Ook dit is zuurdeeg. Vaak zijn de gedachten, maar. Oh, het is zo'n goede. Het is zo'n inspirerende spreker. En, en, en die zijn er ook. Er zijn ontzettend goede sprekers. Er zijn, zijn sprekers die zijn veel bekwamer dan dan. Uh, nou ja, heel veel leraren die gewoon wel de Bijbel brengen. Maar politici zijn ook goede sprekers. Maar dat wil niet altijd zeggen dat wat ze zeggen ook klopt. Of nuttig is. Emile Ratelslang, ratelband. Dat is, ook een, dat is ook een hele goede spreek. Ik ben, ik ben tijdens mijn studie, op de TU ben ik wel eens bij een lezing geweest van hem. Man, die gast die is vol energie en die bruis en die springt en één grote explosie en, 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 en de woorden die hij allemaal heeft en uh, hij inspireert enorm. Ik was echt zo van, uh, is, ik was onder de indruk. Vooral omdat ik dacht van als hij nou elke keer dat hij het woord geld noemde had vervangen door het woord God, dan was het een fantastische preek geweest. Maar goed, dat was helaas uh, niet zo. Dit is hoe ze... Zich vaak presenteren. Kom naar deze revival. Vind ik altijd knap dat ze van tevoren al weten dat het een revival gaat worden. Wij hebben inspirerende sprekers. There is more. En het dubbele is, in bepaalde gevallen is er ook meer. Want wanneer een, een christen niet geestelijk wandelt, dan is er ook meer. Maar ze geven dan meer een gevoel: there is more. Zo van, ja, er is veel meer, jongen, dan alleen maar je Bijbeltje. Alsof dat gewoon alleen maar ja, saaie, droge stof is. Dat is veel meer. Your best life is now, Joel Osteen. We hebben een modern gebouw en geweldige sfeerverlichting. Dat zetten ze er vaak niet bij, maar dat laten ze wel zien in het filmpje of in het, in het, in het plaatje. Je mag zijn zoals je bent. De Hupplepub -hup -hup Reformation, nieuw apostolic of noem het maar. Elke keer is er weer een Reformatie. Beleef de zalving. Leerbewezen tools voor genezing toepassen. Dat soort cretologieën kom je allemaal tegen. Maar Paulus zegt heel duidelijk: er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat ze zullen zoeken wat het gehoor streelt. Het is echt wel even belangrijk om te beseffen dat het de mensen zelf zijn die op zoek gaan naar iets wat het gehoor streelt. Wat fijn is om te horen. Zij. Soms denk je al, oh, wat erg al die misleiders, al die valse leraren. Maar het zijn mensen zelf die hier naar op zoek gaan. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Dus niet alleen die valse leraren zijn schuldig, maar ook het publiek wat daar zit, want zij zoeken dit. Zij zoeken mensen die hun oren strelen. Zij zoeken niet iemand die zegt van sorry, maar dit is echt niet goed wat je doet. Je moet je je echt van bekeren. Dit is wat Gods woord zegt. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Echt verzinsels. Nou, ik, 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 ik zou een uur weer kunnen preken over allemaal verzinsels die ik wel eens gehoord heb. Maar mag je valse leraren benoemen? Ja, ik vond het wel een grappig. Plaats. Ik heb hem ooit eerder laten zien, Hij is niet nieuw, maar. Een schaap hoort ba te zeggen en niet woef. Maar mag je valse leraren benoemen? Kun je dat maken? Oké, okay, je mag niet oordelen, maar kun je zo ver gaan dat je zegt, we gaan ook namen benoemen? Ik liet het net al eens slippen, maar merkte ik. Maar... Jezus zei tegen zijn discipelen heel duidelijk. Hij zei, kijk uit en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van Parizeeën en de Sadduzeeën. En dat waren echte echt groepen toen. Dat, was, dat waren echte de denominaties zou je het kunnen noemen. Maar in het algemeen, als je die denominaties bestudeert, dan kun je algemeen zeggen: Fariseeën die voegden toe aan Gods woord. En Sadduceeën die deden af aan Gods woord. En die haalden er leringen af. Te, te veel informatie om nu allemaal te vertellen. Maar in 2 Timotheus 2, vers 16, daar zegt Paulus: Ontwijk. Paulus zegt tegen Timotheus: Ontwijk onheilige, inhoudsloze praat. Want zij die dat doen, zullen steeds meer goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Onder hen bevinden zich Himeneus en Philetus. En waarschuwt hij heel duidelijk voor twee personen die daaronder zitten. Of die, daar, die daarbij zitten. Misschien, misschien leiden ze dat, ik, ik weet het niet. Maar in ieder geval worden echt specifiek namen genoemd. In 2 Timotheüs 1, vers 15 zegt hij: Dit weet u dat allen die in Azië zijn. Dat is ongeveer een derde van Turkije. Alle die in Azië zijn, hebben zich van mij afgekeerd. Eens kijken wat een problemen Paulus allemaal had. Hè, in de, in, Klinkt mooi hè, zo'n apostel zijn. Wat de problemen die hij allemaal had in de eerste gemeenten al. Alle die in Azië zijn, hebben zich van mij afgekeerd. Tot hen behoren Figelus en Hermogenes. Tegen de Filippenzen zegt hij, let op de honden. Er waren mensen bij hun binnengekomen met afwijkende leren. Hij noemt ze gewoon honden. Paulus, waar is de liefde? Let op slechte arbeiders, let op de versnijders. Hij noemt het zo scherp, omdat het een serieuze kwestie is. Omdat het gevaarlijk is, omdat dit gaat over leven of dood. Eeuwig leven of eeuwige oordeel. In Eentumotius 5 zie je zelfs, neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan, tenzij er twee of drie getuigen zijn, maar als ze wel, wel echt gezondigd hebben of, of iets gedaan hebben, dan staat er, wijs hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen terecht. Gewoon publiekelijk maken. Waarom? Omdat ook de anderen vrees zullen hebben. Dus je moet gewoon de dingen benoemen zoals ze zijn. Onoowick zondigen of uh, rare leringen gaan brengen of zo. Of je hebt iets gehoord, dan moet je met twee of drie getuigen moet je ingrijpen. Nou, waarom is dit allemaal belangrijk? Omdat er maar één reddend evangelie is. Er is maar één evangelie. Er is maar één Heer. En daar wordt vaak aan getornd, aan wie die Heer is. Bij dit evangelie hoort een leven van godsvrucht. En ook wat de godsvrucht is, wordt verdraaid naar schijn van godsvrucht. Jezus zegt: deze mensen heb ik nooit gekend. Daar wil je niet bij horen, dus dit is belangrijk. Valse leer kan je ook richten op vooral gezondheid of welvaart, zorgen, rijkdom. Alles wordt beter. Ja, wie wil dat nou niet horen? Dat is toch fijn als je hoort: hé, hey, ik, ik word gezond en ik. Uh, en mijn vermogen gaat toenemen, ja. Het vlees is daar enorm gevoelig voor. Maar eigenlijk is dit de derde grond van het hart. Die gaat zich richten op de rijkdom. En op de welvaart of op de zorgen. En het zal je blijdschap roven. Want Jezus heeft gezegd, blijf in mij, de ware wijnstok, blijf in mij, blijf in mijn liefde, blijf in mijn woorden. Neem die in acht en dan zal je blijdschap voorkomen worden. Maar dit wijkt af, zodat je blijdschap geroofd wordt. Zal je uiteindelijk vernietigen? Want de dief is gekomen om te stelen, slachten en verloren te laten gaan. Jezus heeft in, in Openbaring 2 en 3 zeven gemeenten beoordeeld. Hoe mooi zou dat zijn als Jezus persoonlijk hier deze gemeente zou beoordelen? Ik kan niet in het hart kijken, ik weet niet of het voor iedereen even mooi zou zijn, maar. Wat. Als Jezus deze gemeente zou beoordelen. Nou, dat deed hij bij zeven gemeenten in Azië. Drie hadden te maken met valse leer. Twee weken af in de wandel, mogelijk ook door valse leer. Ofwel, meer dan 70% week af. Nou, als ik dat zie, dan, gaan, dan, moet, dan moeten alle alarmbellen afgaan. Dan moet je echt denken: oeh, dit is wel een serieuze kwestie. Het goede nieuws is dat 30% niet afweek. Er waren twee gemeenten die niet afweken. Wat je overigens ook vaak hoort, ach ja, maar ja, er is geen enkele gemeente, is perfect toch? Dat is niet waar. Ja, oké, okay, er zijn allemaal zondaars, maar er waren twee gemeentes waar Jezus gewoon echt niks op aan te merken had. Die, die, die wandelden gewoon in waarheid en in liefde en die waren trouw, werden vervolgd. Als je kijkt wat Jezus zegt, we hebben het hier een keer behandeld, openbaring 2 en 3, dat is echt snoeiharde taal. Als ze niet bekeren. Ernstige bestraffing staat te wachten als ze zich niet bekeren. Echt, nou lees het maar na, het is echt serieus. En tegelijkertijd echt extreem grote zegeningen staan er te wachten als mensen zich wel bekeren. En natuurlijk krijg je het eeuwige leven, maar er worden nog allemaal andere dingen ook nog beloofd. Uiteindelijk is dit wat te gaande is. Satan wil via allerlei platformen, via allerlei wegen, wil hij infiltreren in je denken. Ik zet New Faith Network bij, niet dat alles daar slecht is, maar er staan ook leraren op, die wil ik wel gaan benoemen. En dat is gevaarlijk, die brengen je verkeerde kant op. Dit is de geestelijke wapenrusting. God wil je de echte wapenrusting geven, maar Satan is een, een kopiëren. Die zal je het gevoel willen geven, ik heb een wapenrusting. Maar dan sta je op het veld en dan blijkt dat je een, een plastic zwaard hebt. Dat je, dat je een, een speelgoed, een, een nep uitrusting hebt. Serieus, ik heb mensen horen zeggen, je moet ochtends als je opstaat, dit is hoe je je geestelijke wapenrusting aan moet doen. Ochtends als je opstaat, moet je gewoon uitbeelden, zet de helm op. Doe het borstharnas aan, doe het schild aan, pak je zwaard en doe alsof je... Je schoenen bereid voor uh, uh, vastmaakt met de bereidwilligheid voor het evangelie en zo moet je op pad gaan. En daar waren ze echt bloedserieus over en alles een theorie over. Dat is echt niet wat de Bijbel leert om dat zo uit te beelden. Als je denkt dat je op die manier je wapenrusting aandoet, dan zit je er finaal langs en ben je gewoon onbeschermd onderweg aan te gaan. Je wapenrusting aandoen is gewoon doordrenkt zijn in het woord van God. We gaan het allemaal nog stuk voor stuk behandelen. Het is de waarheid omdoen, je omgorden. Je hart beschermen met de gerechtigheid. Dat is de borstharnas. Bereid zijn het Evangelie te delen, die voeten geschoeid hebben. Vaststaan in het geloof, vertrouwen op God, dat is het schild. Vasthouden aan het Evangelie, die redding, dat is je helm. En Gods woord kunnen hanteren, dat is het zwaard van de geest. Overigens, we hebben met z'n allen vorige keer niet goed op zitten letten, inclusief mezelf. Om die was ik vergeten op het rijtje op het scherm. Ik heb, ik heb van niemand gehoord, hé, hey, die zat er niet tussen. Dus we moeten beter opletten. <laughs> het woord van God is enorm belangrijk. Het zwaard van de geest. Zoals Jezus tegen Satan opstond, toen hij hem kwam verzoeken in de woestijn. Elke keer, er staat geschreven. Er staat geschreven. Er staat geschreven. En dan gebed, heel veel gebed. Smeking. Altijd voor iedereen en elke gelegenheid. Het is oorlog en we moeten weten hoe wordt er gestreden. We moeten ons informatie inwinnen. Van, eigenlijk, je zou kunnen zeggen geheime inlichtingendienst, maar die is voor ons niet geheim. Het staat hier gewoon allemaal geschreven. Het is enorm belangrijk, die informatie, om te ontdekken hoe strijdt de tegenstander. Waar zitten de gevarenzones? Hoe subtiel gaat die te werk zonder dat je het in de gaten hebt? Dat is heel belangrijk. Dus volgende keer met dit als achtergrondinformatie wil ik ook daadwerkelijk stromingen gaan bespreken en benoemen die nu op dit moment echt heel groot aan het worden zijn of al groot zijn binnen christendom opereren. Ook een aantal uh, nou, Jova-getuigen pakken we ook even bij, zijn enorm actief in, uh, in Eindhoven, Nederland. En we gaan gewoon een aantal bekijken op kernpunten. En dan zul je echt zien, dan zul je schrikken. Wat ze eigenlijk leren, maar wat heel veel mensen niet weten, omdat ze allemaal gemaskeerd eigenlijk opereren. Ze lijken dezelfde taal, taal te spreken, maar er zitten andere dingen achter. En zul je zien dat wat Paulus zei: dat de mensen zijn die een andere Jezus, een andere Geest of een andere evangelie prediken. Dat dat nu net zo hard gaande is, is misschien nog wel erger dan toen. En dat is belangrijk. Dat is belangrijk om te blijven staan, zodat je niet op een bepaalde dag ontdekt van. Oei. Ik heb gewoon compleet verkeerd zitten strijden. Ik ben met een compleet verkeerd even Everhelie bezig geweest. Dat is van levensbelang. Zullen we bidden? Ja, het is. Uh... Al een tijdje geleden geweest, dat we over, over dit onderwerp hebben gesproken. Over dwaling en dat soort, dat soort zaken. Maar. Dus uh, ergens dubbel. Hey, je wil niet mensen lasteren, maar u maakt duidelijk onderscheid tussen lasteren en, en oordeel beoordelen. U wilt ons helpen om. Uh, ja, een onderscheid van geesten te hebben en, en dat op een goede manier toe te passen. Heer, en help ons om uh, duidelijk, maar ook wel eerlijk, gewoon uh, zaken te beoordelen die binnen Christus omgaande zijn. Waarvan we op de hoogte moeten zijn, zodat we niet zullen afwijken. Heer, ik heb ook gewoon zelf veel mensen gezien die onderuit zijn gegaan in hun geloof. door een verkeerd denkpatroon. Doordat de tegenstander toch gewonnen heeft over het denken van iemand. Heer, ik bid ook voor bescherming terwijl we hiermee bezig zijn, want ja. De, de tegenstander haat dit. Om uh, zijn geheimen te openbaren. Maar, uh, Heer, wij horen bij u. Wij zijn van de waarheid, van het licht, Heer. En uh, we willen op, op, op alles licht laten schijnen. Omdat u zegt dat we geen deel moeten hebben aan de werken van de duisternis. Maar dat we ze moeten ontmaskeren. Heer, geef ons wijsheid en inzicht. En uh, bescherm ons ook vooral. En tegelijkertijd, als er persoonlijke battles gaande zijn. Een strijd in relaties, wil ik u ook vragen om kracht en om hulp. Als er strijd is, wanneer het gaat om, om ziekte, wil ik, wil ik u ook bidden voor de, deze mensen binnen de gemeente. Wilt u ze ook helpen hier en kracht geven. Heer, op veel fronten kan er strijd zijn. Maar wilt u ons sterken en, en ja, echt uw licht laten schijnen op elke hoek, elke kamer in onze Hersenen en in ons hart. Zodat al onze gedachten tot eer en heerlijkheid van U mogen zijn. U wilt U zo steeds meer van uw licht laten schijnen in ons denken, zodat we steeds beter mogen begrijpen wat er gaande is in die geestelijke wereld. Omdat we daartegen strijden en niet tegen vlees en bloed. Dank u wel dat U zoveel hebt geopenbaard in Uw woord, zodat we het ook mogen erkennen. Ik uh, dank u voor uw liefde en uw trouw, en uh, dat u over ons waakt. In Jezus' naam. Amen. Amen.